Good morning, Mr. Munene. I'm fine. What are you doing here on the project? We are trying to plant seed maize. Yeah. NIB has been contracted by Kenya Seed Company to grow seed maize. So we have given the farmers that priority to grow maize. Oh, yeah. Seed maize. And that is the only crop they grow? No, we are opting to do a bit of rotation. And you plant green grams. Also green grams. Green grams. And as far as I know, this is the first crop now after after it is revived? No, this is the third crop. The third crop already here? The third crop. I see. Yeah. And how is the soil after all those years that that it was in rest? The soil now is a bit fertile. Although we have to do some analysis to determine which element should be added. Yeah. But generally, the soils are not very bad. Not they very are bad. Yeah, they are good. And how is it organized? Has everyone here a plot of certain acreage? Pardon? The tenants who are working here, how big is the acreage that they can plant? 3 acres. 3 acres. And that is all done by hand. Planting is normally done by hand. Yeah. The clearing preparation is all done, is all mechanized. That's all mechanized. Yeah. And that's organized by the NIB. National Irrigation. I see. Yeah. Oh, so that's so the development here is really good. It's really important. I can imagine people are very happy. People are very happy. Everything has now come back to life, and we are happy. Yeah. Yeah. And that is the whole area here behind me. Yes. And the whole old area this side is in production again. Yeah. Oh. And what is your job exactly? What is your? I am an irrigation officer. Yes. I'm purposely on the agronomy side. Yeah, I'm an agronomist. Oh yes. And what about the skill of the farmers here? Do they know? The skill? Oh, the farmers are not well skilled. We are just trying to learn more because we have got now the new technology because we are doing agribusiness. Uh-huh. We want them to come out, we want to give them the best ideas of how they can plant maize and at least benefit. Sure. Yeah, so this is agribusiness. That's very good. Yeah. And the benefit in money wise, that comes in the pocket of the tenant. Of the farmer. Yeah, yeah. It's and he pays for the irrigation and he for the seed? He pays for the seed, he pays for water for irrigation and the fertilizers. Oh, yeah. He doesn't pay for the skills. No, not for the skills. NIB stands for that. Yeah. But other inputs, fertilizers, seed, and water for irrigation. But just a little amount of money. Mm-hmm. Yeah. And what about the yields? Are the yields all right? Yields are still coming up. They are not very bad. We are going at an average of 10 bucks, 15 bucks per acre. Yeah, yeah. 15 and bucks. That's okay? No, we are still going to. Still going to improve. Yeah, uh-huh. We're still going to improve. But in the past, we were planting here cotton, but they have completely left that crop. Yeah, that crop was left because you know when the whole organization collapsed, everybody went to do other things. Yeah. So, but we are still hoping that we can also plant the cotton when the farmers when we open the whole scheme. Yeah. We will still have an area for planting cotton. Are they also expanding the scheme so that it is becoming bigger than in the past? Yes. The scheme is also going to be expanded. Yeah, we have. There is also that issue of having water through gravity. Ah, yeah. So when that water comes, the scheme will be expanded completely. Okay. Yeah. Well, it's very interesting talking to you. Yeah, I'm also very happy. And I hope everything will go well. Yes. And that you will get better and better yields. Yeah. And that everybody will be happy here. Yeah. And yet this time for a very long time to come. Yeah. Thank you. Santa Sana. Thank you. Eindi ume panda lini, siko wangapi, iliopita? Hii, nasahau kidogo. Aha. Lakini labda wiki moja, wiki mbili, wiki tatu. Itakuwa wiki. Aha. Wiki mbili, ndio. Alafu una rudi. Unajua, iliingia maji mingi. Aha.
tembe zingine zimekosa. Ah, ndio. Eh. Sasa tunaweka tunaweka mahindi, tuweke maji haraka. Ah, ndio. Eh, tuweke maji ipate kumeza haraka. Ndio, ndio, ndio. Shikane na hii. Ah, na kama hii. Eh, ishikane kama pamoja na hii. Mhm. Eh. So unafanya kazi kwa bibi yangu? Hii bibi yangu hii. Ah, ndio, ndio. Eh. Ah, mzuri sana mama. Eh. Tunafanya pamoja. Eh, pamoja. Karibu lakini. Una furaha hii shamba. Eh. Na nafanya kazi tena. Eh. Nafanya kazi. Eh. Eh. Ze zijn hier aan het bijplanten. Niet alle zaad is opgekomen. En vandaar dat ze nu teruggaan om de gaten op te vullen. Dat is jammer, want dat is natuurlijk wel een verschil in de manier van ontwikkeling nu. Maar gezien het feit dat het hier meestal droog is, dan zal het met het zaaien of met het oogsten verder wel geen probleem zijn. Want dan kan je best een beetje uitrekken de tijd dat je daadwerkelijk gaat oogsten. Hier is een boer bezig om te zorgen dat het water in het volgende gedeelte van het semi-hoofdkanaal komt. En dat wil niet erg lukken, denk ik, want hij is behoorlijk aan het hameren om de doorgang wat groter te maken. Want hij wil gaan irrigeren, maar ja, er moet natuurlijk veel meer water in het hoofdkanaal zitten, anders werkt het hevelen niet. Upe Pumingi, Leo, hè? Upe Pumingi! Ja, er is ontzettend veel wind, zegt hij. Om goed te kunnen irrigeren moet je natuurlijk het water voldoende hoog op kunnen bouwen in de irrigatiekanalen. En dan moet je met die pijpen die daar liggen, die plastic buizen, moet je proberen met een soort heveling het water in de ruggen te krijgen. Ze zijn daar heel handig in bedreven om dat te doen. En je ziet wel hoe ze dat voor elkaar krijgen. Een paar keer flink pompen met de hand en dan over, up. En dan komt het water als het ware gelijk er doorheen. Het gaat niet altijd even vlot, maar meestal lukt dat nog wel behoorlijk goed. Het water loopt hier intussen mooi in de bedden. Gaat redelijk goed qua gelijkheid, qua egaal liggend veld. Het is niet mogelijk om helemaal tot het N toe te irrigeren. Er zitten meestal wel tussenkanalen tussen. De enden zijn behoorlijk lang. Gina Laka, Ali Mohamed Ninagoni. Muningoni. Ah, Nai Bibiango. Bibiango Mwanadi. Mwanadi. Mwanadi Mohamed. Ah, so una lima hapa. Una ka wapi. Naka. Charkung. Charkung. Ah. Tunaka Charkung. Hii kijiji ya zamani ya? Kijiji ya zamani. Ah, ndio. Mm. Oh, unafuraha sasa unaweza kupanda tena hapa? Unafuraha kwa sababu sikimu imefufuka. Ah. Imefufuliwa. Lakini mimi pia furaha sana kuona kila kitu unaendelea tena. Lakini mimi na lia kidogo kama mimi nasikia skimi imekufa. 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 Lakini sasa kila kitu inionyesha inakuwa vizuri tena. Inakuwa vizuri sana. Okay, santa sana. Kwa heri. Je kunt zien hoe droog het is als er geen water is. Abari Kero. In die shamba, I can speak in English to you, Anna. This is your own field here. And what are you growing? Green grass. And you are now harvesting? Yeah, we are now harvesting. And are you satisfied with the harvest? No, I'm not satisfied. Why not? They didn't do well. Yeah. And what was the reason that it was not growing well? Well, but maybe it is the environment. Uh-huh. Because we have
have planted the time of the weather. Ah, I see. July and July. And if this is harvested, what are you going to plant again here? What is the other crop? They have said to plant again, but enough for you? That is enough. But of course you have to pay for the water and for the land preparation. Yes, so yeah, the crop should bring you some profit. There's no profit. And there's no profit this time. Oh, that's a pity. That's a pity. But next time then. You know what we say in Holland, Dutch farmers? You know what we say then when we have a bad year? Then we say a bad year is not a bad century. Because any next year could be better. So that's the hope of every farmer everywhere in the world. Because one year crop can fail, the other year they can bring you profit. All right, thank you very much. Thank you. Are this your sisters or your mother or your wife? This is my mother and my sister. And your sister. And this your child? No, this is not my child of my younger. I see. So, but you are working all together here with the family? Ah, fine. And you? From Pocomoland. My mother is a Pocomoland. Dioso. Good mix. Okay, Santa Sana. This is the green gram, yeah, the green gram. It has still to be shelled to have the seeds. Yeah. Where do you use it for the green gram? Use for making sweet stew. Yeah. I see. Rice, yeah. It's very popular. Yeah. We waren toen net even bij die mensen en daar was de oogst van de green grams eigenlijk een beetje mislukt. Verkeerde tijd geplant en ja, door de omstandigheden heel slecht gegroeid. Dus daar was niet veel eer aan te behalen. Maar hier zijn we in een veld, dat ziet er beter uit. En ja, de zaaitijd was natuurlijk een andere. De vraag is alleen, als je ziet wat je daaraan moet doen om het geoogst te krijgen. En of het genoeg oplevert om de kosten te dekken die deze, ja, laten we zeggen, pachters moeten betalen voor de grondbewerking en het zaad en natuurlijk de onkruidbestrijding en al deze dingen. Maar goed, het is een tussenkrop, het is een eigen oogst wat ze gebruiken voor eigen voedsel of eventueel, als ze te veel hebben, verkopen. Op de achtergrond zien we het kanaal dat eigenlijk afkomstig is van Makere, waar we eerder waren, waar het pompstation is gevestigd. Het nieuwe pompstation dat het project hier moet voeden. In de verte zie je dus het kanaal, de dijken van de dam van het lange aanvoerkanaal. Het is echt het hoofdkanaal waarop we nu kijken, de slagader, de hoofdslagader van het project. De tijd dat er in Hola op het Tana Irrigation Scheme als hoofdgewas katoen werd verbouwd, werd de katoen ontpit, dat noemen ze ginning, ontpit in verre weg van het project in Lamu. En dat is over de weg iets meer dan 150 kilometer rijden, dan moet je nog met de veerpont over. Dus op een zeker moment heeft men besloten om zelf in Hola een cotton ginnery, een katoenontpitter, neer te zetten. Want dan halen ze de pitjes eruit en de katoen blijft schoon achter. Deze ginnery staat in de periode dat het